Lien Cornelissen, welkom in de studio. Ja, dankjewel. Goh, uh, jij bent uh, singer-songwriter. Is er ook een vrouwelijke uh, naam voor? Singer-songwriter is. Nee, nee ja, volgens nee. mij niet. Nee, writer. Nee. Nee. nee, nee, niet dat ik weet. Nou, dan houden we het erbij. Liedjeschrijfster. Ja. ja, dat kan nou, we wel. Dat is ook heel mooi. Ja. Um, wat voor liedjes schrijf je? Ik schrijf uh, um, eigenlijk ja, wel kleine gevoelige liedjes met uh, scherpe teksten regelmatig. Of gevoelige teksten. En uh, teksten die ook wel de luisteraar, en in eerste plaats mezelf, want ja, ik schrijf ze eerst, een, een spiegel voorhouden. Uh, er zit vaak wel een soort van, van boodschap in. Van, uh, ja. En hoe scherp wordt het? Hoe scherp wordt het? Nou, ik heb bijvoorbeeld een lied geschreven, advies aan een wijze oude man. Uh, naar aanleiding van een advies dat ik ontving van een oude man. <laughs> die ook fantastisch werd, overigens. Dat was voor mij de aanleiding om eens een keer een lied over te schrijven. En, uh, uh, nou, het, is, het is venijnig, maar ook weer heel subtiel. Dus, dus ik, uh, zeg maar, ik, ik, ik ga niet mee in, in de methode die hij hanteerde. Maar ik laat wel blijken van uh, hoe ik er tegenaan kijk. Ja, hoe ben je in deze branche van muziek maken dan terechtgekomen in scherpe liedjes? En dan ja, om ze ja. zelf te schrijven ook? Uh, Um, nou, ik maak al heel veel jaren muziek. Eigenlijk deed ik tijdens mijn middelbare schooltijd niks anders dan dat. En toen ben ik soort van serieus geworden heb ik rechten gestudeerd en heel lang als jurist gewerkt. En, uh, maar ja, dat, uh, die muziek ja, dat, dat zit er gewoon in. Dus dat, dat moet eruit. <laughs> en op een enig moment voelde ik wel van ja, weet je, ik, ik, uh, volgens mij kan ik ook liedjes schrijven en wil ik dat ook gaan doen. Uh, en toen gaf ik mezelf de opdracht: Ik ga deze week een slecht lied schrijven. Een slecht lied? Een slecht lied, ja. Om de drempel te verlagen. Want ja, uh, waar begin je? Uh, nou ja, dat was ontzettend leuk om te doen. En, uh, en zo kwamen er vele meer. En dat is denk ik zo'n zo drie jaar geleden zo, dat ik liedjes uh, ben gaan schrijven zelf. Dat is eigenlijk redelijk kort. Ja, klopt. Ja. 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 Dus je kon het niet meer bedwingen. Je denkt van, nee. en nu moet het, en nu moet het. Het ja, moest eruit. Ja. <laughs> ja. Maar je schrijft er ook je muziek zelf bij. Ja. Ja, met de piano. Ja. ja, en hoe kan dat dan? Want het zijn twee verschillende vakken, zou je kunnen zeggen. Hè? Een liedje schrijven als tekst en als muziek. Ja, ja, ja hoe dat kan? Ja, dat weet, dat weet ik soms ook niet. Mensen vragen mij ook wel eens van hoe schrijf jij een lied? En dan, dan heb ik daar eigenlijk nauwelijks antwoord op. Want uh, soms begint het met een tekst. Gewoon één een, een, een regel. Uh, als ik in een café zit of zo. Dan komt in één keer zo'n regel binnen en ik. Oeh, die moet ik onthouden. Uh, met een dictafoon opnemen op mijn telefoon. Uh, en dan komt er soms een hele tekst uit als ik daar even voor ga zitten uh, daar begint het soms mee maar soms ook sla ik een akkoord aan op de piano dan denk ik hé, hey, daar ga ik iets mee doen zo heb ik nu dus een akkoordenset liggen waarvan ik weet dat het wordt een liedje maar waar het over gaat daar heb ik geen idee van nog dus zei ik bij jou kan het gewoon andersom zijn dus ja. opeens heb je een tekst en moet je een melodie bij verzinnen ja. en andersom ja en andersom ja, ja. Ik, ik, bij mij gelden geen regels haast ja. <laughs> nee. hoeveel van die liedjes heb je intussen Um, ik heb denk ik nu zo'n zo 40 liedjes, um, waarvan um, um, ik denk zo'n 15 Nederlands en uh, 25 uh, Engels. En waarom uh, niet een van de twee talen? Ja, ehm. Um, ze, komen, ze starten gewoon zoals ze in mijn hoofd binnenkomen. Soms dan, dan, dan heb ik iets in, in, in het Engels in mijn hoofd en dan wordt het dus een Engelstalig lied. Uh, en op een ander moment zit ik helemaal is mijn brein in het Nederlands en dan wordt het Nederlandstalig. Maar ik heb inmiddels wel gemerkt dat de Nederlandstalige liedjes, omdat het ons moerstaal is, uh, toch wat sneller binnenkomen. Dat het gewoon onze eigen taal is. Uh, dus ik heb mezelf nu wel de opdracht gegeven om uh, wat bewuster wat Nederlandstalige liedjes te gaan ja. schrijven. Ja. Maar in welke hoek uh, zet je je eigen muziek? Um, in de hoek van uh, 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 nou, zeker talig, Nederlandstalig is Nederlandstalig, maar het is een beetje kleinkunst. Het, zit, uh, het is niet, niet heel heel erg pop, maar het is ook niet helemaal kleinkunst. Het zit daar een beetje tussenin. Ja. Uh, dus ik zie mezelf wel in, uh, in een theater setting. Uh, ik vind dat mijn liedjes zich daar goed voor lenen. Het zijn ook een beetje luisterliedjes. Ja, nu drie jaar ja, dan zit je eigenlijk nog uh, aan het begin van een muziekcarrière. Waar, waar ja. droom je van? Uh, nou, ik droom van een theatertour, ja. ja. En dat hoeven niet uh, gigantische theaters te zijn, uh, uh, maar uh, ja, een soort van intieme setting, waarbij ik echt nog in staat ben om contact te maken met het publiek, want dat vind ik heel leuk. Treed je ja. al veel op? Ja, nou steeds meer. Ik ga deze de zomer op, uh, op zomertour. Uh, en mensen kunnen zich nog daarvoor aanmelden als ze een huiskamer hebben, waarvan ze zeggen, hé, hey, wij vinden het leuk om mensen thuis uit te nodigen met een hapje en een drankje. Uh, en Lien komt langs om, uh, om haar eigen liedjes te spelen, zo'n dus drie kwartier. Dan uh, kunnen ze dat laten weten. Uh, dus ik ga deze zomer een heel aantal huiskamers af in uh, Nederland. En waarschijnlijk komt ook Vlaanderen daarbij. Um, uh, dus dat. Maar ja, dat zijn dan dus uh, uh, besloten settings eigenlijk. Um, en ik sta uh, volgende week zaterdag op een popfestival in het oosten van het land, op Reurpop. En uh, in de huiskamer tent, dus dat past wel. Ja. <laughs> dat is, uh, het is ook een intieme setting. En daar ga ik ook een set, uh, set van mijn liedjes spelen. Dus dat is wat er voorlopig even in de planning staat. Ja. Goed, je gaat voor ons uh, wat spelen hier live in de studio. Wat ja. ga je spelen? Ik ga drie liedjes spelen. Uh, uh, waarvan er één wordt uitgezonden <laughs> had ik niet moeten zeggen <laughs> ik ga uh, het liedje jij bent hier ga ik spelen en dat is een uh, uh, lied wat gaat over uh, dat heb ik eigenlijk geschreven voor een vriend van mij die uh, diens ouders zijn overleden en we hebben een avond in een café gepraat over zijn ouders en naar aanleiding daarvan heb ik uh, een liedje geschreven over zijn vader uh, daar gaat dat niet uh, over. En ja. Die andere twee liedjes die staan uh, bij ons op de website. Je kunt het miniconcertje gewoon bekijken op www.delateravond.nl, ja, maar leuk. ook op YouTube. Je, kunt, je vindt het overal. Ja. Lien Cornelissen, give it a go. Dankjewel.